Mahou, Tamahou, Sopakua. Nieuw bij Harkmasse Boys. Niet helemaal nieuw. Je hebt al een paar weken natuurlijk mee getraind, mee gespeeld met de tweede. Ja, vandaag je officiële debuut. Hoe voelt dat? Ja, is lekker natuurlijk. Ik heb seizoen hiervoor heb ik natuurlijk een jaar niks gedaan. En zodoende ben ik hier gekomen. Eerst een paar weken meegetraind en definitief aangesloten. En natuurlijk moet ik wel eerst even een wedstrijdritme opdoen. Dat heb ik dan bij de tweede gedaan. En dat ik dan nu basis mag staan en de hele wedstrijd mag spelen, is lekker natuurlijk. Ja. Hij zei dat het meegedaan met de tweede afgelopen weken. Je snapt heus dat je minuten moet maken, dat je een beetje fit moet worden. Tegelijk kan ik me voorstellen dat je zo snel mogelijk eigenlijk met de eerste mee wil doen. Ja, zeker. Dat is zeker waar. Ja. Maar uiteindelijk moet je wel realistisch zijn natuurlijk als je een jaar niks hebt gedaan. En dan heb je dat ritme niet meer. En op deze manier is het wel weer goed opgebouwd, om het zo te zeggen. Er zijn mindere wedstrijden om mee te beginnen, denk ik. Ja, zeker. Ja. Hey, dat is natuurlijk lekker als je gelijk al in het begin de 1-0 maakt. En dan kom je gelijk lekker de wedstrijd in. En dan merk ik ook dat het wat makkelijker gaat. Ja. Jij begon vandaag als linksback, uiteindelijk ook op rechtsback staan. Maakt het jou wat uit waar je staat? Nee, in principe niet. Nee. Ik ben wel echt een rechtsback of linksback inderdaad. Van nature wel rechtsbenig, dus rechtsback. Maar als ik op linksback uit moet komen, dan is het voor mij ook geen probleem. Hoe ziet jouw voetbalcarrière, voetballoopbaan tot nu toe uit? Tot nu toe, ja. Ik heb eigenlijk... ik ben begonnen bij VVO Gezant. En toen ben ik al vrij snel bij FC Groningen in de jeugd gekomen. Hele jeugdopleiding doorlopen en uiteindelijk ook bij de eerste selectie gezeten. Helaas niet kunnen spelen daar, officiële wedstrijden dan. En mijn contract werd toen ook niet verlengd, dus zodoende ben ik ook een jaar stil gaan zitten. En tot nu dus eigenlijk bij Harkema. Dat is mooi. Kende je jongens bij Harkemase Boys? Ja, zeker. Bijvoorbeeld Jure, Gerald, Mart Bloemen ken ik ook, Dennis van Duinen. Dus dat maakt het al iets makkelijker, hè? Connecties zijn goed. En je zei je een jaar stilgezeten. Ik kan voorstellen, je beweegt wel iets. Maar ja, hoe is dat voor een voetballer om een jaar, nou ja, in ieder geval niks officieels te doen? Ja, dat is wel lastig, kan ik je vertellen. Maar natuurlijk blijf je wel altijd voor jezelf trainen en zo fit mogelijk te blijven. Al is het wel moeilijk als je alleen traint of met een paar jongens. Maar ik moet wel zeggen dat ik alles aan heb gedaan. Maar je merkt wel, als je dan weer in een groep traint, bijvoorbeeld hier, dan is dat stukken beter natuurlijk. Dus dat is wel weer lekker. Je hebt jarenlang bij Groningen in de jeugd gespeeld. Is echt, dan maak je je klaar, of ze stoom je klaar voor het profvoetbal in feite, profavontuur. Hoe is die overstap naar de amateurs? Hoe voldoet die jou? Eerlijk zijn, hè? Ja, wennen natuurlijk. Ja, het is gewoon wennen. Dingen gaan anders dan dat je gewend bent. Maar ik ben ook niet iemand die... ik kan me heel makkelijk aanpassen, dus voor mij was het ook geen probleem. Wat doe je naast het voetbal eigenlijk? Sorry? Wat doe je naast het voetbal eigenlijk? Ik werk. Ik sta in de keuken. In Hoogezand, dus als jullie wat lekkers willen eten, kunnen jullie daar wel komen. Doen we dat een keer. Hey, dankjewel. Veel plezier met je debuut. Ja, dankjewel. Tot ziens.